Het niet afgemaakt gebouw op het Willebrod-Akswijk sportcomplex SOSUS zal herontworpen worden. De transformatie van dit gebouw is als project opgenomen in de International Building Challenge, IBC, die vorige week van start ging. IBC is een wedstrijd waarbij studenten van verschillende opleidingen en scholen uit verschillende landen samenwerken aan een bouwkundig project. Aan deze IBC doen 12 studenten van het tweede leerjaar van het PTC studierichting infrastructuur, 12 studenten van de vastgoed- en makelaardijrichting en 5 studenten van de Hogeschool Saxion richting bouwkunde en bouwtechnische bedrijfskunde mee. De studenten hebben presentaties gehouden over de transformatie van het SOSUS-gebouw. Diana Jonasan, programmanager infra van PTC, vertelt wat het doel is van dit IBC-project. De studenten hebben de vrije hand gehad in het herontwerpen van het gebouw. Het doel is dan dat het ministerie dit ontwerp meeneemt en voor toekomstige plannen inzet om het gebouw te herontwerpen, zodat het weer in gebruik kan worden genomen in plaats van dat zo'n gebouw in verval raakt. De samenwerking tussen Hogeschool Saxio en het PTC is volgens Jonasan sinds 2019 tot stand gekomen. Het PTC is van plan deze samenwerking de komende jaren te blijven stimuleren. We willen deze samenwerking met Saxion voortzetten en ook dit project. Het is de bedoeling dat we volgend jaar dus weer een beroep doen onder andere op het ministerie. En misschien dan ook privébedrijven of personen die zo'n een gebouw die in verval is geraakt, weet je, of niet in gebruik is, dat die het wil herbestemmen. En dat we dan de studenten kunnen inzetten bij zo'n International Building Challenge. Om dan dit gebouw onder de loep te nemen, een nieuw ontwerp te maken en dat het weer in gebruik kan worden genomen. We hebben tal van gebouwen die zo in verval raken. En dit is een goede aanzet voor het hergebruiken van de gebouwen. Maar ook is het een opportunity voor de studenten om ook hun kunnen te tonen. De studenten zijn in groepen van 5 verdeeld die hun versie van de transformatie voor een jury hebben gepresenteerd.